allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is donderdag en ik ga naar het resort. Ik heb jullie gisteravond al verteld dat ik naar een Ayurvedisch resort ga. Hier in Goa voor een weekje op een eiland heet Diwar. Ja, nou wijs die ik gisteravond gezet. En dan wordt het altijd donkerder binnen 24 tot 48 uur. Ik ben ready en laten we gaan. In het resort. En zoals jullie kunnen zien sta ik al in mijn kamer. En er zijn inderdaad twee bedden, ondanks ik alleen ben. Ik heb net mijn deuren geopend. De view is prachtig. Het is inmiddels al 8:40 en ik ga naar het ontbijt toe lopen. Ik heb een mooie kaarsje aangedaan, zodat hier positieve energie in de kamer is. Het regent echt heel hard. Ik ben bij het ontbijt. Yay. Dan maar wat. Oh, oké. Okay. Yeah. En dat was daar last year. Wat is dat dan? Oké, dit is wat ik heb genomen. Oké, dit is Goanese brood. Het is echt heel lekker. Hij heeft het opgewarmd. Er zit ghee in en honing. Dat is Antonio, hij is heel lief. Oké, guys, ik ben klaar met eten. En ik ga nu naar mijn doktersafspraak. Mijn Ayurvedische dokterafspraak. En die gaat dan controleren of alles goed gaat met je. Waarvoor je gekomen bent. En dan gaan ze ook je behandelingen bespreken. Maar het is een heel nieuw gebouw. En het ziet er prachtig uit. Dus in de ochtend heb je dan hier buiten yoga. Super mooi. En eerst was het in dit gebouw hier binnen. Maar nu is het hier buiten. Maar heel mooi. Love it. Wauw. Nou. Ik ben klaar met de doktersprek. En we hebben het een beetje gehad over wat voor behandelingen ik ga nemen. Ja, je kan echt komen voor verschillende gezondheidsredenen. En ja, ze kijken ook gewoon naar hoe het met je gaat, gezondheid goed is. Het is nu al 11 uur. Kwart over 11 heb ik mijn eerste behandeling. En om 11 uur kan je fruit gaan eten. Dus ik ga snel omkleden. Want dan krijg je hier speciale kleren om te dragen als je naar je massage gaat. Zodat je eigen kleren niet vettig worden. Ja, zodat je eigen kleren niet vettig worden, hebben ze van die mooie jalabas. Ik ga dit open doen. Ik hou het lekker verlicht in mijn kamer. Oké, okay, mag uit. Ik moet opschieten, want je wil niet te veel eten en naar je behandeling gaan. Want de behandelingen hier zijn best wel heftig. Dit is de jalaba die je moet dragen. Ik ga me omkleden. En ik heb me omgekleed. Zo ziet het eruit. Het is net als een bedrobe. En kijk, dat bedoel ik. Je ziet mijn benen een klein beetje. Maar goed. We gaan het wel zien. Komt helemaal goed. Ik ben klaar om naar mijn eerste behandeling te gaan van deze week. Ik ga vragen of ze me fruit in de kamer kunnen zetten. Want met een volle maag gemasseerd worden is niet echt fijn. Als je hier dus de trappen komt, hebben ze hier een prachtige muurschilderij. En ze bidden hier elke dag. En dat is ook echt heel mooi hier aan. Dat alles Ayurvedisch is. Oké, ik ben net in de kamer aangekomen. En hier bidden ze elke keer voordat ze je gaan masseren. En zo ziet het eruit. Heel mooi. En deze twee lieve dames gaan mij masseren deze hele week.
En dat is buiten. Nou, ik zie jullie weer naar mijn massage. Oké, guys. Ik ben net klaar met mijn eerste massage. En ik heb net ook even in de steam gezeten voor een kwartiertje. Oh, zo lekker. Mijn therapeuten hebben echt handen van gehaald. Het is zo rustgevend. En in de middag heb je nog een tweede massage of therapie. En die is maar een half uurtje, een kwartiertje, een half uurtje, niet zo lang. Maar dit was een uurtje, denk ik. Dus ik heb net in de steam gezeten, omgekleed. En ik heb nu mijn herbal tea. Dus dat is kruidenthee. En die ga ik opdrinken. Oké, lekker terug in de kamer. En mijn haar is heel vettig, omdat ze olie erin hebben gezet. Het heeft geen nut om elke dag alles eruit te gaan wassen. En mijn handy, ik weet niet of jullie het kunnen zien, is heel mooi donker geworden. Nou, ik ga nu lekker mijn fruitjes oppeuzelen. Ik heb watermeloen, een banaantje en pomegranate. Dat ga ik nu lekker opeten. Het is nu 3:50. Ik ga snel mijn lunch eten en om 3:00 heb ik mijn tweede behandeling. En ik ga beginnen met salade. Oké, Antonio wijst me net hoe cashewnoten er rauw uitzien. En hier in Goa is het ook heel populair. Is een speciality, right? Yes. Cashewnuts in Goa. During the season. Ik heb hier een drankje en het is heel zoutig. Ik heb het een keer geproefd, maar ik vond het niet zo lekker. Maar goed, het is goed voor mijn gezondheid. En dat is deze vrucht. It's called kokom. En dit wordt dan gedroogd met zout. Dan show je de bisection of what. En zo ziet de vrucht eruit wanneer het door de helft is gesneden. En de buitenkant die drogen ze dan met zout. Het is heel zuur, bitter en zout op hetzelfde moment. Oké, buiten om mijn groenten heb ik ook nog gemberthee. Waar ik honing in mocht doen en citroen. En dat is ook heel goed voor de vertering. Oké, lunch is klaar en nu ga ik voor mijn tweede behandeling. En ik laat jullie straks al weten wat de behandeling is geweest. Oké, ik ben klaar met mijn tweede behandeling van de dag. En ik heb een gezichtbehandeling gehad. Jullie weten dat ik bij de spa het gedaan heb. Maar vandaag hebben ze me met allemaal natuurlijke producten behandeld. Maar goed, ik ben volgens mij ook nog een kwartiertje in slaap gevallen. Hallo, hallo. Ik ben net terug van meditatie. Het was heel chill. 2 hours later. Het is een paar uurtjes later. En het is nu 7:00 ongeveer. En ja. Ik kan nu gaan voor avondeten. Avondeten is open van 7:00 tot 8:30. Dus ik ga misschien over een kwartiertje zo. Oké, ik ben ready om te gaan.